De uitreiking van de Stappen en Shop Awards, Nationale Boomfeestdag en de opening van het vaarseizoen. Dit is het weekoverzicht van Breda Nu. Met het weekend voor de deur laten wij vandaag graag de Bredaanse gebeurtenissen van de afgelopen week zien. We beginnen met de Sint-Jozefschool. Wethouder van Onderwijs Mirjam Haag ging in gesprek met kinderen over de leerplicht. Iedereen heeft recht op onderwijs. Tijdens de dag van de leerplicht kregen leerlingen van groep 8 te horen waarom het zo belangrijk is om naar school te kunnen gaan. Ja, het is de dag van de leerplicht, maar ik zeg altijd liever de dag van het leerrecht. Want in Nederland hebben alle kinderen en jongeren recht om te leren, om naar school te kunnen. En wat ik belangrijk vind is dat jongeren ook echt op de school zitten die bij hen past. Dat ze zich daar verder kunnen ontwikkelen. En als er iets niet goed gaat, dat er ook naast onderwijzers ook instanties zijn die meekijken hoe het misschien anders kan. Heeft u zelf wel eens gespijbeld? Ja, dan moet ik natuurlijk zeggen nee, maar natuurlijk wel. Volgens mij spijbelt iedereen wel eens. En af en toe eens een keer spijbelen, dat hoort er misschien ook wel bij. Maar als je spijbelt omdat het niet goed gaat in het gezin, of omdat er problemen zijn en het langdurig wordt, of omdat je heel lang ziek bent, kijk, dan is het wel belangrijk dat er iemand is waar je je gesprek mee kan hebben en die kan zorgen dat het dan weer wel beter gaat. Nou, wat we niet willen is dat een ambtenaar leerplicht een boze vrouw of meneer lijkt te zijn die alleen maar komt straffen als het niet goed gaat. Nee, dat is iemand die met je meekijkt, die met je meedenkt en die er hopelijk voor zorgt dat iedereen in het Bredaanse onderwijs op de juiste plek zit. Vandaag hebben we zowel met een groep 8 van een basisschool als met mbo-studenten die straks in het onderwijs gaan werken, hebben we daarover gesproken om ook die afstand tot leerplicht, wat misschien toch wel een beetje spannend klinkt af en toe voor jongere kinderen, om die afstand een beetje te verkleinen. Want uiteindelijk gaat het ons erom dat ieder op zijn plek zit en ieder zich in het onderwijs kan ontwikkelen. Afgelopen maandagavond werden de Stappen en Shoppen Awards uitgereikt, voor het eerst dit jaar in de Grote Kerk. Op maandag 20 maart vond de vierde editie van de Stappen en Shoppen Awards plaats in de Grote Kerk. De awards zijn bedoeld als stimulans en erkenning voor de ondernemers die een belangrijke bijdrage leveren aan de regio. Ik kan me voorstellen dat je heel erg lang bezig bent geweest om dit te organiseren. Hoe is zo'n avond voor jou? Nou, wij leven er heel erg naartoe. In eerste instantie kijk je er heel erg naar uit. De dagen voor het evenement wordt het iets spannender. Hè? Dus dan zit je tot laat op kantoor om de laatste dingen te regelen. En nou ja, gedurende een dag zit je een beetje in een roes waarin je alles probeert te laten verlopen. En als het dan eenmaal aan de gang is, zoals nu, en we zien hier ja, bijna 1000 man in zo'n zaal, dan is het eigenlijk alleen maar genieten. Dadelijk nog even het podium op en daarna is het voor ons ook feestvieren. En wat het voor ons is, het evenement is voor ons een viering, voor ons afsluiting van een hele drukke periode, waarin we heel hard werken aan de nieuwe magazines. En we vinden het dan waanzinnig dat we dat kunnen vieren met al die partners, horeca, retail, letterlijk 1000 gasten, die dat met ons samen vieren. Tijdens de awardshow werden de winnaars in verschillende categorieën bekendgemaakt. Daarnaast waren er 4 ultieme winnaars. Beste restaurant, beste uitgaansgelegenheid, beste hotel en beste winkel. Hoe is het om deze prijs te winnen? Ja, natuurlijk fantastisch. Je hoopt het, je rekent er niet op. Maar dan is het wel heel gaaf als je hem pakt. We zijn wel een beetje verwend geweest afgelopen jaar. Maar dan is het ook wel super cool als hard werken en inzet beloond wordt. En dan Breda je dat ook gunt. Dus dat is super gaaf. Gaat het winnen van de Stappen en Shop Award iets veranderen voor jullie? Ja, zeker. Het is een bevestiging dat we op de goede weg zijn. Maar de lat wordt nu nog hoger gelegd, want nu moeten we vasthouden wat we hebben. Dus iedere gast die nu komt, mogen we niet teleurstellen. Dus ja, de lat wordt zeker hoog gelegd en dat is wel onze uitdaging. Met een spetterende dance show werden vervolgens nieuwe Stappen en Shoppen magazines uitgereikt, waarna het feest kon beginnen. You gotta relax.
In dit weekoverzicht kijken we ook naar wat ons opviel op social media en in de krant. Hierbij een kort overzicht. 4 kilometer met de camerarobot door het riool in strijd tegen de rat. De gemeente en woningcorporatie Wonen Breeburg zijn begonnen met het onderzoeken van riolen in het Ginneken naar aanleiding van een rattenplaag. Het onderzoek zal tot 26 april duren. De resultaten hiervan zijn in juni bekend. Breda legt 30 nieuwe watertappunten aan. Hiermee zijn er in totaal straks 43 plaatsen waar mensen gratis kraanwater kunnen drinken en is Breda een van de steden met de meeste watertappunten van Nederland. Graffiti-portretten van de vroeg overleden NAC-spelers klaar in NAC-stadion. De portretten van overleden NAC-spelers zijn te zien onder de B-site van het NAC-stadion en zullen binnenkort gepresenteerd en onthuld worden. Defecte trein nekt reiziger, vertragingen lopen op. Defecte treinen zorgen dit jaar voor veel vertraging, vooral tussen Breda en Rotterdam ondervinden reizigers hinder. De uitval op het stuk hoogsnelheidslijn tussen Breda en Rotterdam is gestegen naar 12%. Dat is 6 keer hoger dan de uitval op een gemiddelde spoorlijn. In onze rubriek Werk aan de winkel laten we kort zien wat in Breda de nodige aandacht zou moeten krijgen. Deze week brachten we een bezoek aan de kraanvogel in de Haagse Beemden. Uiteraard zijn we deze week weer de straat op gegaan om Bredanaars naar hun mening te vragen. Wat zou u doen met 1 miljoen? En gaat de klok dit weekend nou voor of achteruit? Komend weekend gaat de zomertijd in. Nou vragen we aan de mensen op straat, gaat de klok nou vooruit of gaat die toch achteruit? De klok gaat vooruit. 1 uur. Van 2 naar 3 uur. Nou, grappig dat je het vraagt. Wij zijn onze eigen medewerkers van het bedrijf waar ik werk aan het herinneren dat de klok vooruit gaat. Dus dat ze een uurtje tekort komen straks. Dus dat ze heel goed op moeten letten. Vooruit. Of niet? Nee. Ja, vooruit. De klok gaat vooruit. Hoe weet je dat? Omdat het langer licht is. Dan. Dus dan gaat vooruit. Als het goed is, gaat hij 1 uur... vooruit, toch? Of achteruit? Ja, het is een van die twee, maar ik dacht vooruit. Oh god, ik weet het niet. Nee. Als die vooruit gaat, wat een uurtje later. Achteruit. Die gaat nu over, kijk hoor. Vooruit. Ja, toch? Ja. Nee. Nou ja, ga niet terug. Jawel, toch terug. Oké, ik zit verkeerd. Terug. 1 uur terug. Klok gaat vooruit, dus 1 uur kort te slapen. Oh shit, heeft net iemand gezegd. Die gaat vooruit, toch? Dus als het 9 uur is, wordt het 10. Toch? Ja. Vooruit. Omdat ik dit weekend moet werken toevallig, gaat het vooruit. En daar heb ik een hekel aan. Het gaat vooruit, toch of niet? Ja. Toch? Wacht even, voorjaar is toch voorjaars komt eraan toch? Gaat vooruit. En najaars gaat hij achteruit. Op Nationale Boomfeestdag gingen basisschoolleerlingen naar Zaardpark om een boom te planten. 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
Tijdens de landelijke boomfeestdag hebben leerlingen van basisschool Sint Maarten uit Breda samen met wethouder Boas Adank een boom geplant in het Zaagdpark. Ook leerden zij over het belang van bomen voor een duurzame leefomgeving, waar ze zelf een steentje aan bijdroegen. Nou, wat je ziet is dat we kinderen kunnen bijbrengen waarom bomen zo belangrijk zijn voor het leven. En dus het is een stukje bewustwording. En daarom is het gewoon belangrijk dat we het elk jaar blijven herhalen met elkaar. Want bomen zorgen voor zuurstof, zorgen voor een kwalitatieve mooie leefomgeving waarbij het goed leven is. Dus daarom is het zo belangrijk dat we dit elk jaar doen. We kunnen eigenlijk niet meer overal bomen planten. Dat zouden we wel willen. Maar er is gewoon te weinig plantwerk in Breda. Dus hebben we gezegd, laten we er een natuurbelevingsprogramma van maken. En dan vanuit verschillende invalshoeken van alles wat met vogels of met bomen te maken heeft. Daar gaat het eigenlijk om. Hart, hoofd, handen. Niet alleen maar leren over bomen, maar het ook letterlijk beleven en ervaren. Ja, we mochten diertjes vangen en bomen planten en we konden kijken hoe hoog een boom was. Je kunt er heel veel van leren ook, dat ze dat doen. Het gaat over je toekomst, dat je een gezondere toekomst hebt. Stadsbosbeheer staat natuurlijk ook voor een stukje beleving van de natuur. En vandaar dat wij met de kinderen ook onder andere, een collega van mij heeft ze veel bijgebracht over de bomen. Maar ik heb ze wat geleerd over roofvogels en gewoon hun zintuigen openzetten. Omdat wij het gewoon heel belangrijk vinden dat kinderen inderdaad naar buiten gaan en een stukje natuur beleven en zich daarmee kunnen verbinden. Dus het heeft wel elke keer een verbinding met elkaar. Het hele grote thema wat je zou kunnen zeggen wat erboven hangt is biodiversiteit. Alles hangt met elkaar samen. Dus een breder perspectief op natuur. En wat wij terugkrijgen van de school is dat ze er allemaal heel erg blij mee zijn, omdat het gewoon een biologielesochtend is en dat ze daar soms nog een half jaar op terug kunnen grijpen, omdat ze het gezien hebben in plaats van dat ze het gelezen hebben of een filmpje op het digibord hebben gezien. De foto van deze week is gemaakt door Robert van der Borg en hebben we ontvangen van In Breda. We eindigen dit weekoverzicht met Mijn Plek. In Mijn Plek laten bekende of markante Bredanaars hun favoriete plek in Breda zien. Deze week was het de beurt aan sportjournalist Dennis van Bergen. Ik heb niet de illusie dat ik markant ben of dat ik bekend ben, maar mensen zouden me kunnen kennen van het feit dat ik bij BN Stem lang heb gewerkt als verslaggever van NAC. En ik heb bij Voetbal International gezeten als verslaggever. En ik schrijf nu onder andere voor het Algemeen Dagblad en voor heel veel andere dingen. Dus als mensen me al zouden kennen, dan zou het misschien later kunnen zijn. Nou, ik vind de Willemstraat gewoon echt een mooie verfraaiing, of een echte verfraaiing van Breda. Zoals als je Breda een beetje kent, hoe het vroeger was het echt zo'n een straat waar je nog niet doodgevonden wilde worden. En nu is het gewoon echt de doorgangsweg van het station naar de stad. En leuke koffietentjes, levendig geworden, winkelend publiek, cafeetjes. Nou ja, mijn favoriete eetentje Klein Java zit op een steenworp afstand. Mijn stamkroeg, de Bijert, die kun je al ruiken vanaf hier. Dus ja, ik vind het gewoon echt een hele mooie straat. En als die nog een beetje wat voller wordt, als de bomen gaan groeien, als het een paar cafeetjes erbij komen, dan is het echt het paradepaardje van de stad. Mijn connectie met Breda. Nou, ik ben geboren in Breda, 37 jaar geleden inmiddels. En ik ben eigenlijk opgegroeid, wat ik zeg. Ik ben opgegroeid in Bavel, een klein dorpje hier vlakbij. Maar ja, mijn hart is gewoon Breda. Ik woon hier al heel mijn leven eigenlijk. En ik ben gewoon echt een Breda. Nou, zo voel ik me althans. Los van een periode in Tilburg waar ik heb gestudeerd, heb ik er altijd gewoond, altijd geleefd en altijd in de kroeg gezeten. En ik kom er overal, ik ken elk plekje en ik ben gewoon helemaal gek op Breda. Ik ben Dennis van Bergen en dit is mijn plek. Dit was het weekoverzicht van Breda Nu. Mocht u nog meer van ons willen zien, dan kunt u ons natuurlijk vinden op social media. En anders wens ik u een fijn weekend en graag tot volgende week.